Wil je even kijken? Ja, ik wel. Het is allemaal een paar minuten duur. Ja, wat? Het is we're on TV within a couple of minutes. Oh, let's watch. Oh, we can see it. Okay. Get to watch ourselves in the news now. Oh, here we are. Mazda Marlow 82, dat is van mannen uit Alphen, die stunts uithalen met oude auto's. En veel trucs keek ze af van een man die hier inmiddels rijk mee is geworden. David Rock uit Canada. Hij is een paar dagen in Nederland en hij is nieuwsgierig naar die mannen uit Alphen. Oh, ik doe mijn nek aan mijn kut. Ik denk dat we het beter maken. Je ziet al, ja, je teuren ligt nou los. En je hebt een waterbadje, dat hebben we al vastgeknoopt. En zorgen dat het niet naar beneden zou vallen. Tja, deze wagen wordt dan ook niet echt gebruikt voor een woon-werkverkeer. En dus gaat er wel eens iets stuk. Op het eerste gezicht geloof je niet echt dat dit nog gaat. Maar bijna alle wrakken die Emiel, Thijs en hun vrienden aanraken, krijgen ze toch weer aan de praat. Dat komt vooral door een jarenlange ervaring in het opknappen van auto's voor autocrosswedstrijden. We hadden toch allemaal auto's staan die we eigenlijk hadden voorbestemd voor om kapot te rijden. En zodoende, dus we besloten om daar iets anders mee te maken. En daar zijn die andere auto's uit ontstaan. En we hebben zelf veel plezier van om die auto's te bouwen. En te slopen. Ik ben mijn voorruit verloren. Dat is wel fijn, want dan hoef ik ook niet meer show te maken. Maar de mannen erover zijn niet de enige met deze hobby. David Rock is er inmiddels wereldberoemd en rijk mee geworden. Hij is speciaal uit Canada gekomen om de mensen van Master Milo 82 te ontmoeten. Hij begon al in de jaren 90 met filmpjes maken over onder meer stuntwagens. Maar ja, zonder YouTube keken er alleen maar vrienden en familie naar. Some of my videos. Zijn de tijden veranderd. Now I get between 2 million to 7 million views per month. Last year I made $100,000 on YouTube. I was the highest paid Canadian on YouTube. Really, ik denk dat nu het best bekeken filmpje zat er ook al wel dik over de 100.000 keer. Yeah. Ja, goed, het is een leuke bijkomst. Ach ja, je weet het nooit, hè, met internet. Ja, wordt het er een met veren of wordt het er een met... Als kamerleden en andere genodigden voor de troonrede. Look, David. Oh, nice kitty. Nice pussy you have there. I'll send you some catnip. I will send you some catnip. I grow catnip on my farm. Okay, you're all famous now. We did that 2 days ago, we did autographs, remember? No, Sunday, yesterday. Oh, I want your autograph. Do you want my autograph? Oh, yeah. Okay. Already. Can I have your autograph? Okay. Okay.